Hier, Henny en Sokkie. Knappies. Oké, ik ben bij de eerste kringloop. Dat is Phoenix in Apeldoorn. Ik ken het zelf niet. Nu zag ik dat er echt mega veel kringlopen hier zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij ziet er echt heel erg goed uit. En de parkeerplaats is ook echt heel erg groot. En het is vet druk. Dus we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Nu benieuwd naar de prijsjes hier. 4,50. Dan heel veel kleding. Ik moet zeggen dat ik daar niet echt naar op zoek ben. Primark. 5,50 vind ik nog best wel veel eigenlijk. Vreselijk. Dit zijn van Rituals kaarsjes geweest. Dit zat heel vaak in een adventkalender. En dit is 50 cent voor alleen de gouden verpakking. Even kijken. Hier allemaal vazen. 2,50. Nog best veel. Gesorteerd, dus dat is wel heel chill om te kijken. Oeh, houten dingetjes. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Hey, deze is van Xenos. Dat is zo'n etalage en daar kun je tapas of lekkere hapjes op doen. Hij is 6,95. Dat vind ik dan wel weer best wel prijzen. Maar goed, dat ga ik nu niet over alles zeggen de hele tijd. Sowieso, ik volg van die do-it-yourself accounts op Instagram. En dan zie je echt heel vaak dat ze gewoon naar de kringloop gaan en daar dan vazen of dingen halen. En dan wordt het zo mooi opgeknapt. Dus dat is wel echt een tip. Dit lijkt op een marmerbordje. Is het niet? Maar goed, get the vibe. Hier voor Valentijnsdag. Zo'n zouthouder, lamp, ding waar je een kaarsje in kan doen. Hij is wel echt heel zwaar. Dat is op zich wel leuk. Wat is dit? Geen idee. Oeh. Als hier een set van was, dan was het echt heel leuk geweest voor soep. Gewoon beige. 1 euro. Ik vind deze heel leuk. Nou jongens, zijn jullie klaar voor wat quote inspiratie? Leuk. Altijd even bij de mokken kijken. Ik ben echt verslaafd aan mokken. Maar hier zie ik niet iets heel erg leuks. Nou, dit is natuurlijk wel een leuke herfstmok. Misschien hier nog wat. 1,95 euro. Hier gewoon helemaal zo'n sodawater. Maker van de blokken. Dat vind ik wel heel erg leuk. Deze is 1 euro. Volgens mij kun je ook nog helemaal hier naar boven. Ik zie hier wat meubels. Op zich is dit best een grappige tafel. 20 euro. Alleen, dit vind ik niet zo.
leuk voor armbreien. Hier zijn nog allemaal kussens. Het is echt wel groter dan ik dacht. Best een grappig bijzettafeltje. Beetje goud met zwart. €5,95. Ik zie hier ook nog best wel een goede bureaustoel. Gewoon helemaal zwart. Ja, grappig. Heel veel kastjes. Die kun je ook echt leuk opknappen. Dus ik ga hier even lekker tussen kijken. Ik hou van lezen, dus dit ziet er echt nog zo goed uit. Oké, ik zoek zelf nog dit boek van de Hunger Games. Dus mocht jij hem tegenkomen in één kringloop of iets, neem hem voor me mee. Ik betaal uiteraard gewoon de verzendkosten en een boek terug. Maar ik hoop gewoon nog altijd hem te vinden bij de kringloop. Want het eerste deel en het tweede deel heb ik al wel bij de kringloop gevonden. Dus hoe leuk om het derde deel dan ook te vinden. Deze kringloop was echt heel erg leuk. Het is ook echt georganiseerd. Dus dat is heel chill. Er staan ook echt wel leuke spulletjes, maar niet de dingen die ik nodig heb. Ik zoek of cocktailglazen met een kristal textuurtje, zeg maar. Of een goed boek. Want ik ga echt zo snel door mijn boeken heen. En dan het liefst de derde deel van de Hunger Games dus. Het zou zo leuk zijn om die gewoon bij de kringloop tegen te komen. Aangezien ik de rest van mijn boeken daar ook gewoon van heb. Goed, echt een chille kringloop. Helemaal georganiseerd en leuke dingetjes wel. Dus we gaan nu door naar het volgende. Want ik heb niet gevonden wat ik zoek. Dus misschien hebben de volgende kringlopen nog wat meer de dingen die ik zoek. Goed vooral. Oh, ik kom hier niet bij. Vervolgens ging ik dus naar deze kringloopwinkel in Apeldoorn. Deze was echt ontzettend klein. Echt heel erg klein. Dus ik kon hier ook eigenlijk niet echt praten, want dat was echt een beetje awkward. Er waren twee vrouwen in deze winkel die, ja, in de winkel stonden, zeg maar. Voor de rest was er ook niemand. Dus ik voelde me anders een beetje ongemakkelijk. Ik heb dus niet gepraat. Sorry trouwens ook voor het slechte geluid een beetje in deze video. Maar ik ging dus kringlopen heel spontaan. En toen dacht ik, joh, helemaal zin om jullie mee te nemen. Maar ik had mijn camera niet mee. Dus ik ben alles met mijn mobiel gaan doen. Ik moet zeggen, normaal is iPhone mobiel best wel goede kwaliteit. Maar het geluid. Dit keer viel dat dus best wel tegen, zie ik nu bij de edit. Maar goed, volgende keer hou ik hier zeker rekening mee. In ieder geval, deze kringloopwinkel was niet echt wat. Dus eigenlijk was ik hier ook snel weer weg. Deze kringloop was wat minder een succes. Het was ontzettend klein. Echt heel erg klein. En eigenlijk bijna alleen maar kleding. Dus dat was niet helemaal mijn ding. Dus ik ga nu verder naar Rattenplan in Apeldoorn. Heel erg benieuwd, want Rattenplan, dat is vaak wel leuk, moet ik zeggen. Ook benieuwd naar de prijzen daar, want ik hoorde dat het echt steeds meer stijgt, ook in de kringloop. Dus ben benieuwd. Eens even kijken. Of we nog wat leuks spotten. Misschien vinden we hier wel die cocktailglazen. Dat zou wel echt heel erg leuk zijn. Maar dat is het allemaal niet. Allemaal vazen. Even kijken hoe. Dit is €1,25 bijvoorbeeld. 75 cent. 95 cent. Niet het goedkoopste wat ik heb gezien. Maar het kan ermee door. Terwijl het heel erg opvalt is dat het hier ook lekker georganiseerd is. Daar hou ik wel echt van. Gonna be alone, cause with you, I'm finally coming home. I wanna be with you always. Ik zie deze en dit is echt leuk om een plant in te doen. En die heb je ook in een vlagje groter. Hoe duur zou dit dan zijn? Oh hier. €1,50. Oh, dat vind ik nog best wel veel. Ik weet niet of dat aan mij ligt. €1,25. Ja, schattig kleurtje. En ik zie heel veel mokken. Lekkere grote. €1,25.
hier wat goud servies. Met twee mokken. Die zijn 50 cent. Nou, twee gouden mokken. Je moet ervan houden. Ik vind het op zich wel geinig. Deze is heel groot. 4,75. En daar kun je ook van die fruitstukjes in doen. Deze zijn best schattig. Dat is 50 cent en dan heb je er twee. Op zich wel schattig. Hier een hele set. Voor 4,95. Dat valt me echt nog wel mee. Dan heb je dit allemaal. Mijn moeder spaarde dit. Van die lepeltjes voor die kleine amuses. Oeh, deze vind ik gaaf. Met marmer. 1,25. Deze vind ik heel mooi. Een snijplank. Oh, die ga ik meenemen. Deze mand is ook heel erg mooi. 5,95. Deze kringloop helemaal leuk. Het is helemaal netjes. Nou, misschien hebben we geluk vandaag. Ik ga hier even kijken. Aan deze kant allemaal meubels en aan de andere kant kleren. En ik zag deze en ik vind deze zo cute. 2,95 voor twee lampenkappen. Tenminste, 2,95 per stuk natuurlijk, maar zo leuk. Ik heb het niet nodig, maar die vind ik echt leuk. Deze linnen. Nog allemaal spelletjes. Misschien zit daar nog wat leuks tussen. Wie kent die nog? Of deze? Dit was echt zo leuk. Oh mijn god. Brings back memories. Het is de derde kringloop geweest, dus Rattenplan in Apeldoorn. Echt? Nou, ik denk dat ik een nieuwe favoriet heb. Ik vind deze kringloop zo leuk. Het was helemaal netjes. Super gezellig, helemaal lieve mensen. Ik kon er zelfs een kopje koffie drinken, chocolaatje erbij. Nou, echt schattig. En ik heb dus twee boeken gescoord. Maar nou ja, goed, beter dan dit krijg ik het beeld even niet. Ik was aan het zoeken naar naar het derde deel dus van de Hunger Games deel. Nou, was er niet en opeens zag ik de boeken van Divergent en Allegiant. Ik heb die films echt al 10 miljoen keer gezien. Ik ben hier echt gek op. En toen dacht ik, ja, leuk. Wel is dit boek een beetje viezig. En nou ja, dit is een beetje gebogen. Hij is 2,50. Toen dacht ik, ja, vind ik dat hem wel waard? Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het dat wel waard. Want ik lees elke avond. Ik ben zo door mijn boeken heen. Dit soort boeken vind ik echt mega leuk. Net zoals de Hunger Games. Net zoals Twilight, die hele serie. De Zeven Zussen, ik hou ervan. Dus het gaat om de inhoud en niet om hoe het eruit ziet. Dus ik dacht, ja, ik ga hier wel echt plezier van hebben. Dus ik heb ze meegenomen. Ik zat nog echt heel lang te zoeken naar Insurgent. Dat is het ja, deel wat hier tussen eigenlijk nog hoort. Kon ik niet vinden. Maar goed, 2,50 en 2,50. Dus 5 euro voor twee boeken. Heel erg blij mee. Dus nu heb ik en een zoektocht naar het derde deel van Hunger Games. En een zoektocht naar Insurgent. Maar goed, ik kan er weer tegenaan. En ik zag dus dit. En dit heb ik echt absoluut niet nodig. Maar ik vind deze zo ontzettend mooi. Dit is dus een snijplank. En dit is dus van marmer met hout. En dit is echt helemaal mijn stijl. Ik hou van licht, marmer, van licht hout. Hij is echt nog helemaal goed. Helemaal mooi. Ik zag geen karasje. Ik zag gewoon niks eigenlijk dat hij gebruikt is. Dus uiteraard even goed schoonmaken voor de zekerheid alsnog.
Maar hij ziet er echt nog prachtig uit. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Ik kon het niet laten. Voor de rest heb ik niks gehad, want ik heb natuurlijk niks verder nodig. Ik heb nog gekeken naar de cocktailglazen, maar die kon ik helaas niet vinden. Dus ik ga nu naar de allerlaatste kringloop. Ik ben echt helemaal opdreef. Ik hoop dat jullie het nog leuk vinden. En dat is weer naar Phoenix. Maar dan niet, dat is zeg maar net zoals de eerste kringloop waar ik was. Maar dan verder in Apeldoorn. Je hebt er dus 2. Volgens mij zelfs 3. Dus ik ga nu naar de tweede Phoenix. En dat is de laatste kringloop voor vandaag. Dus wellicht vinden we daar nog het andere deel van de boeken of de cocktailglazen. Als dat zo is, vreet ik mijn schoen op. Want dan was dit echt een hele leuke kringloopdag. Nou, ik ben dus nu bij de allerlaatste kringloop. De muziek stond hier echt vet hard. Dus helaas heb ik verder geen beelden dat ik daar ter plekke praat. Dus ik doe het even op deze manier. Je komt binnen en dan zie je eigenlijk gelijk al het glaswaar. En ik was echt even in shock van hoe groot deze kringloop nog was. Ik ben het niet gewend. Ik kom uit een dorpje en daar zijn de kringlopen dan echt nog relatief heel erg klein vergeleken met dit. Nou, en ik zag dus wat kristalglazen, maar niet helemaal wat ik zocht. Dus dat vond ik wel jammer. Maar echt heel erg veel glaswaar was hier. Verder zag ik nog deze, waar je een waxmelt in kon doen. Dat vond ik op zich wel grappig. Deze zag er namelijk nog best wel goed uit. En vervolgens zag ik dus nog deze pantoffels. Ik ging helemaal stuk. Ook ontzettend veel meubels verkopen ze hier. Op een gegeven moment ging ik dus naar boven toe en toen kwam ik bij de boekenafdeling. Dit was ook weer ontzettend groot en veel. Dus ik ging weer even helemaal zoeken. Ik kom telkens veel boeken van Tess Gerritsen tegen. Ik ken het zelf niet, maar laat zeker weten als dit een aanrader is. Op een gegeven moment zag ik dus deze boeken. Geen idee, ik ken het zelf niet. Maar dit is echt een hele set. Dus mocht je dus wel zoeken, dan hebben ze dat dus hier, de hele set. Ik vond het eigenlijk wel vet staan ze op die boekenplank. Nou, en ik zag dus dit boek, Eclipse, en dat is van de Twilight-reeks. En vervolgens keek ik even iets omhoog en toen zag ik daar Morgenrood. Dat is het laatste deel van de boekreeks. Ik heb deze dus al helemaal, deze hele reeks. Ik heb die allemaal bij de kringloop ook al ooit bij elkaar gevonden. En ik ben nu ook bij het laatste deel, Morgenrood. Ik vind het echt een aanrader, deze boeken. Het is echt Twilight de film, maar dan dus in een boek. Heel erg leuk. Vervolgens zag ik dus deze stoelen en toen zei ik er dus bij van, als je geen geld hebt, dan zijn dit echt toppers. Ze waren namelijk maar €2,50 per stuk. En ik vond deze rotan barkruk ook echt heel erg gaaf. Dat kun je zo gaaf stylen. Nou, en ik liep dus op een gegeven moment wat verder. En toen zag ik deze en toen zei ik, oh mijn god, hier kun je zo lang leuk een plant in doen. Ik hou gewoon echt van dat rotan boho steltje. Ik vind het heel erg leuk. En verder veel kruiken, nepbloemen. Is ook altijd wel leuk om bij de kringloop te kijken. En deze echte marmeren vaas. Ik zat zo erg te twijfelen. Deze was ontzettend zwaar, maar ik heb het toch niet meegenomen. Dit was ook echt een mega leuke kringloop. Helaas niet de boeken gevonden. Ik ga gewoon nog door. Ik weet gewoon weer helemaal waarom ik kringlopen zo leuk vind. Dit soort dingen zoeken. Ik doe het ook echt heel erg vaak. Dus zeker moeite waard om het ook eens te doen. Ik hoop dat jij het een leuke video vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je meer van zulke video's wilt zien. En laat me weten als ik jullie vaker moet meenemen in mijn kringloopsessies. Dus let me know en tot de volgende video. Doei doei!